Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben hier samen met Bas en we staan bij het politiebureau. We gaan een dagje mee met de politie, dames en heren, vandaag. We komen voor Jan Willem. Okay. Ik ga hem even roepen. Ja, is goed, dankjewel. Goed beveiligd hier, wow. Jan Willem! Alles goed? Ja, met jou? Hallo Bas. Hey man, alles goed? Goed te houden? Ja. Ik schrok echt, man. Sorry. Kijk, dat staat er wel op. Je moet goed op de hoede blijven. Ja, nee, klopt. Ik zat al ergens een dag erop. Ik ben nog niet begonnen, dan mag het. Ja, dat is waar. Ben je in ieder geval nu meteen scherp? Ik hoop het. Wij gaan diensten meedraaien. Ja, zeker. De vorige keer was best wel spectaculair. Ja, was bizar. Ja, we eindigden met een kogelwerend vest aan. Wat is een zwarte tas? Dit is het echte werk. Ik heb nu mijn kogelwerend vest om. Jan Willem ook. De tas erin. Volgens mij heb ik zojuist dus begrepen dat er iemand is neergeschoten. Dat was het einde van de vorige keer. Geen idee wat we vandaag gaan meemaken. We gaan het allemaal zien. En we gaan hopelijk weer wat dingetjes leren van de politie. Hoe het er precies aan toe gaat. Het is vooral zweten. Het is... Je fucking je. En kisten en zo. Ja, maar dit is een verplicht outfit voor de politie. Ook met zo'n zomerse dag. Krijgen we ook iets aan of mogen we zo blijven? Jullie mogen zo blijven. Want, yes! Waar is die knop voor? Zo, wil je hem proberen? Nou, ik vind een rode knop altijd wel leuk, ja. Je mag hem proberen. Ja, echt waar? Dat is voor jezelf. Oh, serieus? En nu durft hij niet meer. Nee, nu durf ik hem niet meer in te drukken. Oh, ik dacht echt dat je het zou doen. Badass. Het is een dode knop, hij doet het niet meer. Ik doe het wel. Stil alarm is nu af. Echt? Nee, kijk. Oh, ik voel je wat! Oh, ik schrok echt even. Ik dacht dus, dat hek gaat nu lopen. Als we de spoed hebben, dan redden we naar buiten. Dan drukken we op de knop. En ondertussen zijn de auto's het hek open. Oh, zo. Dus door die knop gaat het hek open. Ja. Dus nu moeten we snel in het voertuig en gas erop. Ja, ik moet eigenlijk nog wat installeren. Dus zo snel. Oh. Nou, we doen het rustig aan met het weer. Ik zie hier aardig wat politiefietsen staan. Mm-hmm. Nu vraag ik mij af. Hebben jullie een speciale politiefietsrepareerzaak? Of brengen jullie hem gewoon naar een fietswinkel toe? We hebben wel een bedrijf eigenlijk die onze fietsen komt maken. Dus één keer in de week komen ze hier langs, of een aantal, ik weet niet precies hoe vaak. En dan geeft de collega die de fiets gebruikt, doet om een labeltje van dit moet gemaakt worden. Maar dan lopen ze alles even na. Oké. Okay. En dan wordt het even nagekeken. Het is niet dat je gewoon tijdens je dienst langs de fietswinkel gaat en zegt... Als er nood aan de man is, kan dat natuurlijk wel. En dan zeg ik, ben van de politie, maak het. Zou je iets wel kunnen, maar er komt ook gewoon een rekening binnen hoor. Okay. Dus je moet gewoon later betaald worden. Oké, okay, nee, ik dacht het best wel interessant om te weten, hè, van waar worden die politiefietsen eigenlijk gemaakt. Nou, gewoon in samenwerking met een fietsenwinkel. Dit heb ik altijd al willen doen, een wheelie op een politiefiets. Komt ie. Oké, maar we gaan niet op de fiets, we gaan met die auto. Oh, zo, je voelt wel dat deze auto even een tijdje in de zon heeft gestaan. Maar je hebt airco in deze auto. Ja, hij staat aan, moet alleen maar... Oh, gelukkig. Oké, hier loggen we even in. Is dat altijd het eerste wat je moet doen als je in een auto stapt, je inloggen? Ja. De auto, de meldkamer weet natuurlijk niet wie er op de auto zit. Oké. Dus hier op de Porto en op de MOP, zoals het heet, koppelen we een nummer. En dan kan de meldkamer dat nummer zien van... Oké, het is... Het hoort bij deze auto, er zitten zoveel mensen op, dus ze zien bijvoorbeeld nu één porto. Maar dan kan de meldkamer dus zien waar ik ben, welk nummer ik ben en welke functie ik heb en waar we heen worden gestuurd. Oké, en welke functie hebben Bas en ik vandaag? Toeschouwerfunctie. Toeschouwerfunctie, ja. Nou, dan gaat de dienst beginnen. Doen we daar een high five op? Is goed. Ja. Zo, oh, dat is een slappe high five. Die moet wel even overnieuw. Ja, oké. Okay. Lekker man, let's go. Oké, en dan vergeet ik nu nog wat, dus ik moet binnen even wat pakken. Oké, is goed. Oké, Bas, snel. Wat is dit? Oh, dit is een automaat. Ja. Oh, ik ga het gewoon echt doen. Man. Ik kan niet. Later, Jan Willem! Ik parkeer de auto hier en dan zeg ik van, nee, we hebben niks gedaan. Hier stonden we al geparkeerd. Ik zat die paal gek. Hij komt er weer aan, hoor. Stel.
Snel. Ja, heb je het? Ja. Mooi. Nou, dan kunnen we gaan. Ja. Zijn we er klaar voor? Ik moet gewoon een klusje meenemen van binnenuit. Hij staat wel dichter bij het hek trouwens. Vind je? Ja, ja. Nee. Oké. Komt door de hitte denk ik dat je, ja. Mooi. Nee, maar we hadden vorige keer natuurlijk, ik weet eigenlijk niet meer wat de challenge was, maar uiteindelijk had ik die verloren en moest even dat koffie halen. Ja. En ik denk, nou laten we zoiets weer erin houden. Wie het eerste zometeen een kleine verkeersovertreding kan spotten. En dan heb ik niet over hele complexe zaken van een auto, maar even over een gordel of een bellen. Ja. En kijk wie het eerst kan vinden. Oké. Nice. En dan, dat vind ik wel leuk. Ja, wat moet de verliezer doen? Zet maar gewoon weer bij de koffie en... Nee, oh, weet halen. Je, we gaan dit niet doen bij de koffie of wat dan ook. We gaan het meer focussen op het warme weer. Dus degene die verliest, die trakteert de andere op een ijsje. Is goed. Ja? Iedereen zit nu te kijken van wie zit te bellen, wie zit te appen op zijn telefoon. A few moments later. Hey, ik was eerst. Wat is er nou gaande? Wie zag het als eerst? Ja, we zagen het een beetje tegelijk. Ja. Oh. Deze man in dat busje? Nee, achter ons. Dus gaan we eens even meenemen, want hij zit nog steeds. Ik weet niet wat dit er is. Ja, hij heeft het door. Ja. Oh. Ja, hij weet dat hij de Sjaak is. Oh. We zijn dus nu van de snelweg af en we gaan naar een veilige plek waar we hem even kunnen aanspreken. Ja, we hebben... Ja, we proberen maar eigenlijk zo min mogelijk op de snelweg zelf neer te zetten. Oké. Okay. Oh, hij komt al naast ons toe. En die... Nou, kunnen we ze even aanspreken. Jan-Willem is nu met de bestuurder aan het praten. En als je iemand aanhoudt en je klikt iets aan op het dashboard, dan hoor je dus de hele tijd die piep. Piep, echt super irritant, maar dat is expres. Want stel voor ze doen iets aan op het dashboard, bijvoorbeeld volg politie, en je hoort op geen enkele manier dat je dat hebt aangedrukt, dan rij je ergens en dan rijden er misschien wel 20 auto's achter je aan, omdat ze jou denken te moeten volgen, terwijl dat helemaal niet zo is. Vandaar dat je een keiharde piep hoort, dan weet je gewoon van, er staat iets aan op het dashboard. In dit geval was het dus volg politie, omdat de bestuurder aan het appen was. Uiteindelijk heeft Jan-Willem een waarschuwing gegeven aan de man. We rijden nu... Sorry. Ja. We rijden nu bij het tankstation en ja, ik weet ook al waarom. Ik denk dat jullie meteen je ijsje willen, of niet? Lekker. Oh ja. Oh ja, dat is waar ook. Bas die zit namelijk achterin. En Bas die zit op de plek waar meestal boeven zitten. Dus dan kan je die niet uit. Er zit een soort kinderslot op. Als Jan-Willem niks had gezegd, had ik je gewoon laten zitten. Sorry. Maar we gaan even naar binnen. Dan mogen ze even een ijsje uitkiezen op mijn kosten. Want ja, ik heb de challenge verloren. Hier hebben we het ijs. Jullie vinden het moeilijk, hè? Ja, het is best lastig. Maar weet jij het al? Ik neem lekker chocolade-ijsje met nootjes. Dankjewel. Fijne dag. Werk ze. Dank je. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Challenge gewonnen. Het is allemaal top, challenge gewonnen. Wie was hier nou eerst dan? Nee, jullie waren met z'n tweeën eerst. Dankjewel. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, we gaan weer op pad, mensen. Oh. Of nee, toch niet? We konden er niet in, Jan-Willem. Wat is dit? We moeten nog een beetje oefenen op dat teamwork hoor, want als we straks in een situatie zitten dan... Dan wordt niks. Ja, dan rij je weg zonder ons, ben ik bang. Dat is niet de bedoeling. We zien hier een kwad voor ons rijden en die heeft geen helm op. Die heeft Bas gespot. Hi. Ja, is goed. Ja, best in orde. Ja, even checken. Ja, tuurlijk, maar je doet je werk toch? Ja, ik krijg het wel 3 keer per dag, maar... Ik begrijp wel dat het een beetje spannend. Maar is dat toch als je... Nee, ik zal een helm niet. Ik weet je, helm is altijd handig. Alleen als het warm weer wordt, weet je wel. Maar je hebt wel gelijk. Het is weer eigen veiligheid. Ja. Hey, succes. Hij is tof, man. Hey, rustig aan. Hey, yo. Zo. Niks aan het handje. Niks aan de hand, geloof ik. Je hoeft hem trouwens niet te beluggen, zei hij. Ik hoef hem niet te blurren. Ja, hij zegt, maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Oh, dat is altijd chill. Kijk, weet je wat het is? Als ik meega met Jan-Willem, dan moet ik altijd heel eventjes opletten. Maar als we mensen... Dan moeten we altijd eventjes goed vragen aan de mensen. Wil je herkenbaar op beeld of willen we dat je gaan blurren? Dus dat je van die blokjes op je hoofd krijgt dat je niet herkenbaar bent. Want ja, ik snap dat het niet fijn is dat je wordt staande gehouden. Al helemaal niet als je wordt aangehouden, want dat is toch een verschil. Dat je dan op beeld komt, zeg maar. Maar deze jongeman die vond het geen probleem. Dus super cool. Echt een hele dikke quad. Echt super cool. Yamaha quad.
Je bent kenner geworden, of niet? Ja, zeker. Ja. Nu ik voor die motoren ben gaan kijken. Ja. Maar goed, de man had een gordel om. Ik wist helemaal niet dat dat mocht. Ik dacht dat je altijd bij een quad verplicht een helm op moest doen. Het, in principe... maar goed, dan moet ik even goed nadenken. Als het goed is, worden bijna alle quads gemaakt zonder gordel. Oké. En moet je dus eigenlijk normaal een helm op. Alleen, in dit geval zit er een gordel op. En wat je ziet, dat ze die heel vaak later zelf erop laten zetten. Ja. Yeah. Maar nou moet ik even goed zeggen of ik het goed ga zeggen. Volgens mij mag dat niet helemaal. Want hij moet opnieuw gekeurd worden door het RDW. Nou, deze meneer heeft een bok gehad. Dus wordt je kenteken wordt geschorst, zeg maar. Ja. En die moet je eerst laten keuren bij het RDW. Dat had hij netjes gedaan. En hij is nu in orde. Dus ja, hij is gekeurd. Het RDW heeft een gordel. Hoeft dus geen helm te dragen. Oké, dus deze quad is gewoon goed gekeurd door het RDW. Dat hij met gordel mag rijden. Ja. Maar het ziet er heel raar uit. Een geel kenteken, een quad, best wel wat vermogen. En dan geen helm, maar een gordel. Best wel, het ziet er echt gek uit. Ik was op enigszins een beetje verbaasd dat hij wel goed gekeurd was. Maar ja, dat zijn de regels, dat mag. Okay. Maar dan zeg ik ook wel tegen hem, joh, kijk, omdat hij toch omklapt. Ja, je hoofd die knalt net zo uit. Ja, ik hoorde inderdaad wel dat je zei van, draag het liefst wel een helm. Maar zijn haren zaten ook een beetje gel in en zo. Het is mooi weer en dan is niet chill om een helm op te doen. Snap ik ook wel, maar goed, voor je veiligheid. Maar hey Bas, je bent goed bezig met spotten. Yeah, we gaan gewoon door. Je gaat even voor die drie, of niet? Ja, snap of je bent vast aan het trainen. Snap je, ook. Ja, terugrijden. Ben je leeg al? Ja, en dan kijk hier, verse aardbeien. Ja? Zullen we verse aardbeien halen? Heb je honger? Ja, ik heb wel trek. Oh, nou, we gaan verse aardbeien halen. Ja, gaan we doen. Nou, gordeltje af. Ik denk, hij ziet heb wat, je joh. Heb je rug dan? Ja, ik zie ook wat aardbeien. Nou, mooi, hè? Wij zijn scherp op overtredingen. Ja. Een beetje ijs en heb je aardbeien. Jij kan beter op de achterbak gaan zitten. Ik ga even lekker aardbeien halen. Hallo. Hallo. Mogen wij een bakje aardbeien? Nou, daar zitten we weer. Alsjeblieft. Dankjewel. Is toch leuk dit? Gezond. Gezellig, Bas en aardbei. Ik vind echt wel joekels, ja. Ja, dit zijn grote hoor. Ja. Oh, deze zijn wel lekker hoor. Mmm, leuke dienst, Jan-Willem. Wat ben jij nou aan het doen? Ik kan gewoon helemaal opeten. Hoe eet jij? Ja, ik kan hem in één keer opeten, maar er zit een heel dingetje aan. Nee joh, gewoon opeten. Nee joh, dat groene kun je gewoon opeten. Ah, kom op. Wat is dit nou dan? Wat is dit nou? Eet je dat nooit op? Eet je die hele tak op? Ja, ja die hele tak, ja joh. Ja, joh. Ik kom uit Utrecht, hè. Dat doen we in Assen gewoon. Ja, dat blijkt maar weer. In het noorden eten we hem gewoon helemaal op. Nou, dit wordt de ontgroening, Jan-Willem. Hier heb je er nog één. Dus je moet in één keer? Ja. Wat is dat? Dat proef je helemaal niet, joh. Goed zo, hij is trots op je, jongen. Ik bedoel, dat kleine groene takje wat eraan vast zit. Dat maakt niet uit, hoor. Dan maar, man. Heb je hem alsnog eruit gehaald? Ja. Wat? Dat je dat op kunt eten. Ja, joh, dat is leuk. Het is gewoon een tak. Ja, het is een takje. Nou, dat is lekker. Er is een melding gekomen van een brand. Het is echt gek om in een auto te zitten en dat je overal door rood rijdt. Dat is echt heel vreemd. Maar je merkt nu pas hoe weinig mensen dat blauwe licht zien. In de zin van hoeveel mensen niet goed opletten. Nou ja, ik heb nu natuurlijk de sirene nog niet aan. Maar het is echt, zelfs mijn sirene ziet echt dingen, misschien dat ze gewoon meemaken. Sommige mensen letten echt niet op. Dus ik heb wel begrepen dat in de rijopleiding dat het 8 seconden duurt. Voor als je met toetsen bellen aankomt, voordat iemand het doorheeft, kan reageren en actie opneemt. 8 seconden? Ja, lang hoor. Tenminste, dat zijn mensen met uit die het snel doen. Maar 8 seconden is een beetje wat we in 8 moeten houden. Maar net zoals nu, dan rijden er allemaal auto's voor ons en je hebt blauw licht aan. En die auto kon al lang naar rechts, maar die zien dat gewoon niet. En die auto kan ook naar rechts. Die doet het niet, die blijft gewoon rijden. Zie je dat? Kijk nu, je kan makkelijk naar rechts. En nu pas. Er zijn dus verschillende meldingen. Een van een bedreiging en een van een brand. En we gaan nu naar de brand. We gaan naar de brand, zeg ik. Ik zie al allemaal mensen buiten staan en kijken. Oh, dit is echt niet normaal, joh. Dit is gewoon een soort show voor mensen. Wow, iedereen komt er gewoon kijken. Dit is voor jou natuurlijk normaal, dat als je ergens komt en het is al heel eventjes aan de gang, dat er echt heel veel publiek staat. Ja. Dat is altijd zo, of niet? Dat is altijd zo. Nou, wat ik vorige keer zei, onze taak is nu puur om te kijken van, kan een brandweer hun werk doen? Moeten mensen geëvacueerd worden? Maar stel de brand is aangestoken, ja, dan moeten we nu, en de brand is klaar, dan moeten we het gebied afzetten, sporen veiligstellen, misschien getuigen gaan horen. Ja. Dus dat is eigenlijk onze taak als politie. Oké. Dus nu is het voor ons
Even afwachten. Even kijken, denk ik. Ja. We gaan even de auto uit. We leggen de aardbei opzij. Zo. Zo. We gaan even een kijkje nemen. Hallo. Hallo! Willen jullie een aardbei van mij? Ja, dankjewel. Dankjewel. Oh shit, ik heb niet heel veel aardbeien. Ah, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Typisch Hollanders, zelfs gratis is pakken. Hè? En als jullie hem misdragen, dan komen je halen. Ja, goed. Ja, goed. Hey, later. Ja, dat is typisch, hè? Hollanders. Zijn er aardbeien op? Ja, als iets gratis is, dan pakken wij het. Dat is het. Nee, dus, hebben wij niks. Nee. Nou, daar, ja, jij wilde sowieso niet, want er zat een takje in. Ja, joh, niet. Dat was dus de woningbrand. Ja, dat maar ik ben wel benieuwd van die kijkers, wie eet de aardbei met een takje? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Laat me even een reactie, want volgens mij is het niet normaal. Ja, laat maar weten in de reacties. Team Jan Willem of team Enzo en Bas? Ja, en dan gaan we uit, die zouden winnen. Dan gaan we uiteindelijk wel even kijken wat het verschil is. Bas, wat ga je doen? Even kijken of de airbags het doen. Als hij dat in één keer doet, dan heb je wat betalen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Slopen is kopen, hè? Kijk, ik heb hier een schild. Kunnen jullie me nog goed horen? Dit is in ieder geval bedoeld om mensen af te schermen. Dus als je iemand, stel voor Jan Willem heeft een mes. Ik zei Jan Willem, jij bent Bas. En jij hebt een mes en je steekt hem zo naar voren. Ja, wat ga je doen? Ga je hem keihard aanzetten of? Ja, ik beuk je in één keer keihard omver. Dan moet je hem even beter vast doen. Ja, ik heb moeten we even anders. Moet hem even zo. 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 En dan Je Willem! Oh nee, ik weet natuurlijk niet hoe je heet. Ja, dat kan wel. Ja, kan het wel. Kijk, als je hoort van omstanders bellen van nou, die en die meneer en die hebben een naam. Of te zien dat hij verward is. Ik okay. Graag hulp hebben. Dan weet je wel al namen. Oké, dit is Jan Willem, zijn bekende bij de politie. Jan Willem heeft een mes. Jan Willem wil je het neerleggen. Een denkbare mes. En Jan Willem die wil dan steken en dan... Toe! Oh nee, dan heb je daar het mes. En dan help Bas. Dan pak ik deze. Ja. Slapen. Ja. Ja, maar je doet het nooit alleen, hè? Nee, je doet het nooit altijd, alleen. Je wordt... Nee. Ja, we maken er nu wel grapjes over. Een beetje dom met zijn schild. Maar ja, je kan natuurlijk nooit als een lunatic, dus als een gek met zo'n schild op iemand afrennen en hem omver beuken. Ja, dat werkt niet. Voelt wel fijn, toch? Ik doe ook helemaal niet goed om, hoor. Heb ik hem niet goed om? Ik weet het niet. Ja. Hoe moet het zo? Oh, nee. Ik heb het. Wat heb jij nou gedaan? Ja, gewoon zo. Anders kijk dan, hier. Oh, ja. Dan ga je springen. ga nu springen dan. Oh, ik heb hem niet goed. Zie je? Ja, bij mij gaat hij los. Bij jou zit hij wel goed. Oh, voelt wel chill, hoor. Het voelt wel veilig. Ja, het voelt veilig. Dat vooral. En, is dit schild echt heel sterk? Dat kan wel wat hebben, ja. Jij kan wel wat hebben? Oké, okay, Bas, beuk hem. Ja, nee, ik weet niet of dat nog mag, hoor. Jawel, Jan Willem zei dat hij sterk was. Ja? Dat heb ik nooit gezegd. Sterk genoeg? Jawel, je zei dat hij sterk was. Ik zei dat hij sterk was, maar niet op mijn verantwoording. En dat is wel vet voor een foto. Ik ben nu op een ruimte en daar brengen ze mensen heen als die zijn aangehouden. En Jan Willem die heeft iemand aangehouden en die komt nu binnen. Nou, hier dus een verdachte. En waar breng je de verdachte heen? Die gaat als eerste hierin, naar rechts. Ja, en wil die echt meewerken, dan naar links. Dan kunnen we even een muur zetten zo, als we willen. Ja. Als ze niet meewerkend is, dan... Kijk, als ze nu eigenlijk niet meewerkend is, dan vraag ik gewoon collega's erbij en gaan we het met de vier doen. Ja. Dan kunnen we gewoon fixeren. Maar als ze niet alleen bent, gaan ze nu wel meewerken. Mm-hmm. Maar het ligt een beetje aan, als hij echt heel heftig verzet. Kijk, als hij rustig is, zet hem hier neer, doen we de boeien af, gaan fouilleren. Ja. En dan nemen al zijn spullen worden hier ingeschreven, zo'n collega, die boekt dat in. Okay. Is hij nou echt heel vervelend, dan ga ik gelijk door naar de cel. En dan fixeren we hem daar, dus we houden hem in bedwang. Dus wordt hij helemaal vastgehouden, misschien wel 6 collega's. Dan gaan de boeien af, wordt hij daar gefouilleerd en dan gaan we hem gelijk de cel in. Oké, maar in dit geval, deze crimineel die werkt mee. Ik ben geen crimineel. Werkt mee, dus ja, dan maken we hier dan maak je de boeien los. De boeien los. En zeg, plaats hem je hand tegen de muur, boven je hoofd. En die andere ook. En dan kan ik hem nu fouilleren. Oké.
Ik wist het ook wel. Nou, normaal moet je dan ook, als je wilt nu schoenen met veters aan, dus de schoenen moeten uit. Als je wilt een riem om, heb je de riem af. Maar soms zie je ook dat mensen touwtjes in de broek hebben. Ja. Moeten alle touwtjes eruit. Oké. De broek moet uit. Kettingen, sieraden, navelpiercings. Moet allemaal af. Moet allemaal af. Dat is puur voor zelfverwonding, toch? Ja. Dus nu staat hij hier, en wat nu verder? Nou, je doet het bij, je bent eigenlijk al met z'n tweeën, dus mijn collega die is dan, ik verjeer hem volgt, mijn collega is hier aan bezig. En die Die pakt een formulier erbij. Oh, formulier, een tasje. Tasjes, heel veel formulieren ook, maar hier doen we alle groeten van de verdachte dan in. Ja. Schrijven netjes op, tekenen dan voor, die wordt afgesloten. Een verdachte tekent ervoor en een collega's tekenen ervoor. Zodat je na, als je weer heen wordt gezonden, krijg je je goederen weer terug. Ja. Met uitzondering van goederen in beslag worden genomen. Oké. Okay. Misschien een telefoon of geld voor onderzoek, dat wordt dan apart genomen. En je krijgt een aantal formulieren mee, bijvoorbeeld een formulier waarop al je rechten staan. Dus wat mag je, wat moet je, heb je recht op advocaat, ja of nee, wie betaalt dat. Dus dat krijg je mee. Oké, okay, je staat er nog heel mooi bij trouwens. Ja, ik zit al te denken, hoe krijg ik de rennen? Gaat het niet worden, blijf maar staan. En dan kunnen we wel metaaldetecten, dus dus zeg maar... Nee, niet hier houden. Ik ben dus zo... Oh, wat heeft hij daar? Ik denk telefoon. Heb jij een telefoon bij je, meneer? Nee. En die doen? Nee, geen... Oh, wat heeft hij daar? Ja, het is waarschijnlijk wat in zijn zakken. Maar we hebben kettingen en dingen. En dan is alles geregeld hier. Waar gaat hij dan heen? Dan zeg ik eigenlijk als hij gewoon meewerkt, zeg maar, hier loopt er voor mij. Of niet? Hij loopt niet mee, maar. Loop je mee, meneer? Ja, oké, hij loopt mee. Nou, dan loopt de verdachte, die loopt mee. Kijk, als de vrouwen zijn kleding hebben, die worden in een kast hier bewaard. Oké. Okay. En een sleutel dan. Ja. Oké. Okay. Nou, gaat de verdachte mee, dan kijken of het zelf vrij is. In ieder geval is het een zetvaart. Zet mijn plaats. Nou, dit is jouw hokje. En dan komt straks een hulpofficier bij om je voor te geleiden en op je rechten te wijzen. En die gaat de aanhouding toetsen. Oké. Okay. En dan ben je de deur dicht. En zit hij. En dan gaan wij nu tikken, aanhouding in het systeem zetten, verdachte invoeren. Oké. Okay. AVJ bellen. Zullen we doen? Een ijsje halen? Ijsje halen, koffie drinken. Oké. Okay. Let's go. Doei Bas, tot morgen. Later. 2 hours later. Lekker geslapen? Ja. Ja. Dit is het plekje, wat vind je ervan? Nou, wat zeg je? Nou, ik moest even naar de wc, maar... Dat ging niet echt. Waarom niet? Oh, de wc is dicht. Ja, hoezo is de wc dicht? Nou, voorheen was dit echt een cellencomplex, dus kon je overnachten en kon je naar het toilet en zo, maar dat is allemaal afgeschaft. Dit is alleen nog maar om je tijdelijk op te houden voor een aantal uur. Dus, dan heb ik wel geen toilet nodig. Maar ik moet heel nog naar de wc. Dan druk je alsjeblieft in het belletje. We hebben 1 toilet nog en dan breng je naar het toilet. Oké, dus dan druk je op belletje en dan. Ja, dan kun je de intercom komen dan. En hoe lang mag je hier zitten? Max 9. Maximaal 9 uur. Zo, nou, daar gaan we weer, mannen. Ik heb er zin in. Ik ook. Zo, nu zit er achterin op de boevenplek. Bas, wie houdt hij aan? Iemand uit Roemenië? Ja. Ja, hij vond een beetje een rare auto. En die hond die zat helemaal uit het raam. Ja, ik weet niet precies. Gewoon, ik denk dat het gewoon een normale controle is. Maar ze gedraagt zich wel heel zenuwachtig. Ja, ik weet niet of ik... Het goed heb. Ja. Dat is het wel, denk ik, een beetje. Dat... Het kan zo zijn dat je je zeg maar een beetje zenuwachtig gedraagt omdat je gewoon, ja, weet je, gewoon spanning. Of het kan zijn dat je zoiets hebt van, ja, ik heb iets te verbergen, weet je. Dat zijn verschillende soorten zenuwen die je kan hebben. Ga je Fortnite spelen? Ja. Dat was echt een hele flauwe grap, sorry. Kijk, ik kan dus helemaal niks, hè. Ik kan niet inloggen, ik kan niet mijn naam niet aantrekken. Dus het is echt kansloos eigenlijk. En? Nou, die linker voorband is technisch niet in orde. En verder kan ik nu die persoonlijke kenteken niet nachecken. Dus ik leg het wel even vast. Zo. Komt er links op. Nee, inderdaad, het band zit op geen profiel meer aan. Nee. Ja, dat is gewoon veel. We kunnen helemaal niks nachecken verder. Omdat het systeem dus gewoon niet... eerst even... ja, en dit systeem werkt niet, mijn telefoon is opgeladen. Dus ik kan niet in het politiesysteem. Oké. Okay. Dus dat ga ik eerst even fixen voordat er nog wat anders... A few moments later. Er stond een auto bij het stoplicht en we gingen naast hem staan en die had geen gordel om. Zie je nu, zie je hem? Zie je hem? Net zo net. Ja. Ding.
Hij heeft hem net omgedaan. Ja. Ja, zo zie je maar hoe vaak het gebeurt, want hij heeft een vet snel sneaky omgedaan. Heb je crack personal? Is er een melding, Jan-Willem? Ja, gaan we dan nog. Ja. We hebben dus net, en dan ook echt net eten gehad, we stappen in de auto, bam, een melding. En dat kan dus gebeuren als politieagent. Dat je hè, nu zo tijdens het eten, wat je even hebt opgehaald, in één keer een melding krijgt. Dus daar rijden we nu vol gas naartoe. En Bas die zit voorin, dus die kan jullie wel eventjes vertellen wat voor melding er is binnengekomen. Want dat zie je op het schermpje in de auto. Ja, dat is een verwarde man. Tenminste, iemand die heel hard aan het schreeuwen is, heel hard muziek aan het draaien is. Dus de buurvrouw heeft gebeld, heel erg overlast. En wie weet kan het escaleren of niet. Ik denk dat we even een kijkje gaan nemen met hoe de situatie is. Polshoog te nemen. Even polshoog te nemen. Ik heb een buitenlandse. De kleding staan te plaatsen en we zijn nu in gesprek met de veroorzaker. En het is allemaal heel rustig. Dus hij is niet bijvoorbeeld in psychose of iets, of wat er ook aan de hand was. Dus ja, kan ons nog meer het gas eraf en dan gaan we gewoon rustig te plaatsen. Oké, dus nu gaan we niet meer met het blauwe licht. Nee, nu is dat eigenlijk niet meer nodig eigenlijk. Ik zag wel een busje voorbij zonder helm. Ach, zonder helm. Zonder gordel. Oh, daar ben je punten bij. Ja. Een busje rijden zonder helm. Ja, ja ik dacht ook ik al. Ik kwam even niet uit mijn oren. Dat borden. Ja, je hebt eten nodig. Ja. Je hebt eten nodig. Dat is lekker, joh. Zijn we te laat? Hij is alweer flex. Hij is alweer flex zelfs. Oké. Hij is helemaal rustig. Hij is weer weg. Maar hij is weg meegekomen. Hij is ook weg. Hij is een stukje lopen bij komen. Oh, oké. Okay. Nou, dat was het. Nou, mooi. Eindelijk eten. Hey. Yes, kunnen we eten. Hey. Nou, daar zitten we dan. Aan tafel in de kantine bij het politiebureau. Ja, het is eigenlijk best wel rustig vandaag, hè? Het is heel rustig. Ja, we hebben eigenlijk zowat niks hoeven te doen. We rijden gewoon af en toe, ja, niet echt met spoed, want dan is het sirene. Maar gewoon met blauw licht rijden we ergens heen. En dan zijn we daar te plaatsen en dan zijn er al andere collega's. Dus dan hoef je verder niet zoveel te doen. Dus, kijk, komt ook een beetje. We zijn nu... als extra auto, natuurlijk omdat je meeloopt. Dus de collega's die hier normaal rijden, die gaan er niet melden en wij haken daarop aan. Maar we hebben aardig wat afstanden mee te rijden steeds. Waar we vaak ook wat later aankomen, dan is het meestal al gebeurd. Ja. Dus ja, het enige wat hebben we de luxe dat we een extra auto zijn, maar aan de andere kant is daardoor het nadeel dat we vaak te laat komen. Ja, vaak te laat. Te laat. De collega's zijn er, maar... Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. Maar we eten, wat dat betreft, 7 uur. Ja, dit is wel een goed moment. Zo, we hebben het eten net op. En we gaan naar een melding toe. Zo. Wat is er nu gaande? Nou, er was een ruzie in de woning. De collega's zijn te plaatsen. En die horen van de melder dat het nu helemaal los gaat. Oh, zeg maar, rijden. Ja, we zitten weer in de auto. We waren daar met de andere collega's te plaatsen. Ja. En we kregen de melding dat er heel veel geschreeuwd zou zijn. Uiteindelijk onderweg hoorden de collega's van ja, het loopt helemaal uit de hand. Ze zijn hier gaan het vechten. Ja. Uiteindelijk komen we te plaatsen. Is er gelukkig niet gevochten. Er zitten daar 6 heren in een hele kleine woning. Uit een kamer. Ja, die hebben gewoon een woordenwisseling gehad. En zo hard aan het schreeuwen dat de buren zelfs dachten dat gevochten werden. Ja. Dus ja, ik denk dat ze ook wel... alleen met schreeuwen creëert ook geen vechtgeluid. Dus het is een beetje wazig allemaal. Maar goed, we hebben die jongen, de hoofdbewoner, op aangesproken. En ook in ieder geval zijn vrienden op aangesproken. Luister, als je wilt dat hij niet in de problemen komt, houd dan rustig. Want de woningbouw en de buren gaan anders klagen. Ja, uiteindelijk kun je misschien een bekeuring krijgen. Of de woningbouw die zegt van nou, ga het huis maar uit. Als het vaak voorkomt. Ja. Maar het was eigenlijk best wel in die zin weer een storm van het glas water. Oké, dus uiteindelijk is het nu rustig. En waarschijnlijk blowen hun... lekker verder en ze waren flink aan het blowen. Bas en ik stonden buiten en wij roken het echt enorm. Ja. Dus, maar goed, nou veel plezier. Wij gaan verder en wachten en kijken of er nog wat gebeurt. Ja, het gebeurt om ons heen wel aardig wat. Maar... We krijgen ondertussen grote druppels op de voorruit. En in de rest van Nederland is het al eens wat keihard aan het hagelen. En hier gaat de hel misschien ook losbarsten straks. Maar nu valt het nog wel redelijk mee. Aanrijding met letsel. Ja.
Dus hier moet het ongeluk gebeurd zijn, ja, daar zo. Nou, kan je even pols ook nemen? Moet je geen beeld hebben dan? Ja, ik vanuit de auto kan wel. Ja, ik film vanaf de auto wel, ja. A few moments later. Dat is echt gewoon in de auto, hè? Ja, ik film vanaf de auto, hoor. Snap ik. Dus hij is van zijn fiets gevallen. Ja, hij is van zijn fiets gevallen. En ja, nu is het dan de dag van aanrijding, maar ik heb het dus gevallen. Nu is hij er opgevallen. Oké. Okay. Dus er hoeft als politie eigenlijk helemaal niks meer te doen. Nee. Normaal moet je natuurlijk misschien sporen veiligstellen om te kijken of niet iemand schuldig is aan een ongeval. Ja. In dit geval is het alleen maar hulp bieden en wachten op de ambulance. Oké. Okay. Ik vind dat je ze moet aanspreken, Jan-Willem. Ja? Ja, spreek ze even aan. Wat moet ik zeggen dan? Ja, als je... Hangjeugd. Hangjeugd. Ja, ze luisteren. Dus ze komen er vanaf met een waarschuwing. Volgende keer willen we jullie hier niet meer zien hangen, oké? Okay? De ambulance is nu ter plaatse. En die gaat de jongen eventjes onderzoeken die dus net is gevallen. Hij is heel even buiten bewustzijn geweest. En daarom is de ambulance ingeschakeld om hun even langs te laten komen. Zodat zij even een controle kunnen doen. Mooi om te zien eigenlijk, want het is hard regent. Er zijn bewoners die stellen hun woningen beschikbaar om naar binnen te zitten. Dus ambulance personeel met die jongen hier naar binnen. Ja. Dat gaan we even droog kunnen zitten, want het is echt om een bak uit de hemel. Daarom zitten wij nu ook even in de auto. Omdat we toch niets verder kunnen doen. Ja, het is wel mooi om te zien dat mensen dan helpen, ja, bewoners. Nou, wij gaan weer verder. Ja, Willem, pak deze. Oh nee, er zit iemand. Oh. Pak deze. Ja, dat is te laat. Deze kunnen we nemen, deze plas. Komt hier, 1, 2. Oh, deze wordt heftig. Oh, ja. Holy shit. Oh, ja. Zo. Oh. Dit is fantastisch, jongen. Zo, bijna het bushokje. Dat kan ik niet maken, man. Zo, nee, dat kan je echt niet maken. Zijn nee. Plaatsen en ik zit in. Ah, weg. Dat was even leuk, mensen. Oh, ik vind plassen altijd superleuk. Echt geweldig. Ja, ik ga vaak plassen. Zo, scherp hoor. Hé, hey, scherp. Ja. Nou, wat een weertje. Niet te geloven hoe hard het regent. Het is tijd om even de lange broek aan te trekken. Zo. Een paar goede bliksemschichten. Of noem je dat een paar goede bliksem flitsen? Nou, nieuw outfitje aan. Lange broek. Zo. Nou, dan gaan we weer op pad. Ja, dan gaan we 2000. Snap je? Dan gaan we weer op pad. 2001. De man heeft een hond en die is gevaarlijk. Ja, het staat bekend als een valse hond. Ja, maar ja, dan moet je keuzes maken, toch? Wie ga je redden? Nou ja, daarom is meer ook niet van krijgen allemaal mee. Dat al rekening maar hebben. Oké, okay, er zit dus een man, er zijn dingen, een rode kennen we alleen. Er is een hond die vals is. Dus die info die je dan meekrijgt, kun je al voorbereiden. Daar gaan we. Is Ambu daar? Jan, ambulance hoor. De ambulance gaat ook weg. Ja? Gaat voor prima met hem volgens mij. Hij staat in levende lijven, staat hij gewoon te koek doen. Hij wil niet dat we binnenkomen, er loopt zo'n hond loopt er los. Komt een melding binnen dat een broer een zus wil neersteken met een mes. Sirene. Oh, stoppen nou. Jeetje, wat een muts. Sorry dat ik het zeg, maar wat een muts. Ja, mag ik dat zeggen? Ja, voor mij wel. Ja, dit was echt heel, heel stom. Ja, nu kan je er niet langs. Ja. En niet remmen. Remt ook niet voor dit. Wat ben je nou aan het doen? Zou je nog niet? Ja, en nu zijn wij de lul. Kunnen we ja, en toen rijdt zij weer door. Kunnen wij niet verder. Jeetje. Dat was de onderkant van de auto. En ze rijdt ook nog steeds verder. Ja, dit vreet mij helemaal op. En ik ben nog geen eens politieagent. Ja. Dit vreet mij echt helemaal op. Dan denk ik, hoe kan je nou zo rijden?
Wij moeten naar rechts. Ze rijdt nog steeds door. En ze rijdt nog steeds door. Die heeft net een rijbewijs. Wat? Nou, deze heeft op kenteken, dus die krijgt gewoon even 6 paal voor. Die schrijft op kenteken. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie het konden horen, maar Jan-Willem die filmt ook alles. En die heeft het gefilmd met deze camera. En Jan-Willem gaat hier zeker een procesverbaal voor maken, op kenteken. Dus die mevrouw die krijgt zeker nog bericht van de politie. Want dit is belemmering van, ja, van een spoedsituatie. Ja, wacht. Jan-Willem is in ieder geval weer hard aan het scheuren. Holy shit. Oh, ik ben steeds verbaasd over die auto van net. Ja, gek hè? Heb je het ooit zo erg gehad? Ja, het is heel af en toe bedoeld. Dit sloeg echt al. Denk totaal niet mee. Die zit alleen maar. Ja, dat was. Het zou me nog niet eens verbazen als het niet door heeft gehad. Nog gewoon nog steeds. Zo ver weg was in de gedachte. Jan-Willem die vertelt dat de sirenes uitgaan. We zijn bijna op locatie. En we kregen net door dat het nu redelijk rustig is. Stel voor je komt dan met sirenes aan, dan kan het de situatie weer wat verergeren doordat ze denken, ja, jeetje, waarom sturen ze versterking of iets of wat dan ook. Dus dan kunnen ze wat boos om worden. Dus hij rijdt nu met blauw licht, zodat mensen nog wel kunnen zien dat er wel spoed is, maar gewoon zonder geluid. Dus hij zit nog steeds lekker te scheuren, Jan-Willem. Ik weet één ding zeker, Jan-Willem moet maar een keertje in mijn auto rijden. Want, zo. Oh, dat hoorde ik. Dat hoorde die. Zo, doe maar niet dan. Toch maar niet als ik zie hoe die op een drempel gaat. Zo, non de u. Ja, correct. Ik ga heel even naar buiten. Maak je daar binnen. 1 hour later. We rijden nu ondertussen weer weg van de melding waar we net op afgingen. Het is een beetje raar. Kijk, er wordt politie gebeld. Er wordt iets doorgegeven. En de melding was een beetje verwarrend. Want Jan-Willem... Is het nou zo dat de broer daadwerkelijk met een mes erachteraan ging achter die zus? Of heeft die zus een beetje overdreven en deed ze dat alleen zodat de politie er snel was? Of, dat is een beetje raar. Het is een beetje lastig. Wij zijn naar de plaats geweest en hebben het verhaal van beide partijen aangehoord. Kijk, die mevrouw was de melder, die belt de politie en zegt van joh, er wordt iemand zit achter me met een mes. Vervolgens komen we naar de woning, daar zitten meerdere mensen en daar spreken we ook het verhaal uit. Maar goed, er zijn andere collega's daar geweest. En uiteindelijk... De collega's kennen verder het hele verhaal, ik heb dat een beetje gemist. Maar er speelt kennelijk wat anders dan wat zij zegt waarom ze 112 gebeld heeft. Dus uiteindelijk om de rust te doen wederkeren hebben we haar gezegd dat ze daar weg moet. Dat ze anders wordt aangehouden voor het storen van de openbare orde. Ja. En dat er eigenlijk verder niet zoveel aan de hand is. Ja, want die mevrouw er, die... Oh, sorry. Ja, sorry. Nee, misschien is er ook wel wat aan de hand, maar dat kunnen we nu gewoon niet bewijzen of helder krijgen. Of getuigen vertellen een ander verhaal. Ja. Die mevrouw die was namelijk enorm hard aan het schreeuwen op straat en dat noemen ze dan ordeverstoring en dan kan je een boete krijgen. Dus ze zeiden van nou, je moet nu weggaan of we gaan je een boete geven. Toen uiteindelijk ging ze weg en toen kwam ze weer terug en toen zei ze je moet echt weggaan want anders gaan we je een boete geven. Toen ging ze weer weg en nu schijnt het weer rustig te zijn. Ja, het was een beetje een vreemde situatie, maar dat is nu een beetje gesust. En nu zijn we weer, hoe noemen we dit, patrouilleren? Surveilleren, toezicht houden, patrouilleren. Okay. Patrouilleren is meer Zuid-Nederland, volgens mij noemen ze dat meer. Oké. Okay. En hier noemen we het surveillance. Surveilleren, toezicht houden. Nou, we zijn rondjes aan rijden. Toezicht houden, rondjes rijden. Dat klinkt altijd heel fout, maar... Ja, rondjes. Tijdens het rondjes rijden doen we wel veel opletten natuurlijk, dus surveilleren. Wat doe jij? Ja, ik loop rondjes. Ja, dat is een ander filmpje. Jan-Willem is even een check aan het doen. We kregen namelijk een melding binnen. Ik ga hem even oplezen van het scherm hier zo. In Nieuwegein bij de McDonald's stopte een man en die vroeg om 4 euro omdat hij problemen zou hebben met zijn band. Ze hadden nee gezegd, maar hij bleef vervolgens rondje rijden over de parkeerplaats hier. Het gaat over een Opel Corsa en ook reed er een witte Volkswagen Golf met geblindeerde ramen. Een beetje vreemd achter hem aan. Nou, zodoende staan we hier met die melding. We hebben dus de auto's naast elkaar aangetroffen. En de man ziet er heel erg verward uit in de Opel Corsa. Het is wel een beetje gek dat je 4 euro gaat vragen omdat je problemen hebt met je autoband.
Jan-Willem gaat even met de zaklantaarn binnenkijken. Die man zit ook heel rustig in die auto gewoon lekker hamburgers te eten. Zo. Ja, nu we er toch zijn. Weet je? Kijk eens aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nu we er toch zijn voor een melding. Ja. Ja, kunnen we er zo goed gebruik van maken, toch? We hebben lekker milkshake. Dit is de bonk die ze hebben meegenomen. Nou, til hem maar eens op als je wil, Bas. Best wel zwaar, zo'n bonk. Hiermee wilden ze dus eventueel naar binnen stormen. Of nou ja, stormen. Ze wilden de deur openmaken. Gelukkig was hij al open. Ja, want er was een man met een melding dat hij gezondheidsproblemen had. Dus ja, stel voor er was iets gebeurd, dan konden ze met dit... Ja, gaan we naar de volgende melding. Nou, we gaan meteen weer door. Ze kunnen dus met die bonken een deur inrammen. Want stel voor, die man die krijgt een hartaanval of iets en de deur zit dicht. Dan kan je met die bonk kan je de deur openmaken en dan kan je de man gaan reanimeren. Ik kom een beetje lastig uit mijn woorden, want er gebeurt van alles tegelijk. We gaan nu door naar de volgende melding. In één keer gebeurt er dan heel veel. Dat had ik de eerste keer ook toen ik meeliep met Jan-Willem. Dat is de ambulance die naar die meneer gaat waar we net waren in huis. We zijn weer op het bureau en deze keer is het echt voorbij. Is het echt voorbij? De dag, de dienst. Het is nu 11:45 geloof ik? Ja, we zouden tussen 10 en 11 zouden we stoppen, tenminste dan zit de dienst op. Maar het is nu uiteindelijk, 11:45. Ja, we laatste melding nog even meegepakt van die meneer die pijn op zijn borst had en een deel van zijn lichaam uitviel. Ja. Dus ik denk, nou pakken we die melding nog eventjes mee. Maar, ja, ik wou zeggen, het is goed afgelopen, maar dat weten wij nog niet. Maar het is in die zin goed afgelopen dat we de dag tijd erbij, de deur niet open kon doen. Ja. Maar de deur was gelukkig open en waren we meerdere collega's te plaatsen. En de ambulance zal hem nu verder zorgen. Ja, het is een beetje tegenstrijdig. Want eigenlijk, aan de ene kant is het niet eerlijk om te zeggen. Maar, want het was voor ons natuurlijk best wel vet om mee te maken hoe dan die deur zo boem, weet je wel. Dat is aan de ene kant vet, maar ja, ik ben wel heel erg blij dat de situatie op deze manier is gegaan hoor. En daarnaast is het ook zo van, ja, je hoopt dat je veel dingen ziet, meemaakt. Maar aan de andere kant ook weer niet, omdat het dan, ja, als er minder meldingen binnenkomen, of gewoon weinig, dan is dat, nou, dan gaat het gewoon goed, zeg maar. Hoop je dan. Ja, ik denk dat dit, wij noemen het wel een beetje brandjes blussen. Ik weet niet, het idee van, we krijgen heel veel meldingen, toch redelijk wat meldingen gehad. Ja. Maar we komen, en het is vaak eigenlijk niet zo extreem als de melding binnenkomt. Mm-hmm. En je praat een beetje met mensen, bemiddeld, en is klaar. Ja. Of klaar, het is op dat moment even rustig, even in de forum. Ja. Dat is een beetje een dienst geweest, eigenlijk niet echt. Het was eerst gepakt, maar het is wel heel hectisch soms, maar het is vaak heel rustig daarna. En je hebt hardlopen scheuren. Ja, hoort er een beetje bij. Zeker, Jan-Willem? Heel erg bedankt. Ja, jij bedankt, leuk dat je het weer was. Ik vond het echt super tof. Ja, super dat je jou ontmoet hebben, Bas. Ja, zeker leuk. Ja. En ik heb wat voor je. Je hebt wat voor mij? Ik heb wat meegenomen voor je. Ja. Moet je ogen dicht doen? Want, moet ik vertrouwen dan? Ja, je kan me vertrouwen. Leuk dienst meegedraaid, dus daarvoor echt super tof. Allemaal een blauw duimpje omhoog van Jan-Willem. Echt heel erg kicken. En Jan-Willem die heeft ook zelf een eigen YouTube kanaal, dus het staat in de beschrijving mocht je het willen checken. En ik heb jou een keertje wat gegeven, maar dat, ja, dat is toen een beetje versleten. Dus ik dacht, nu ga ik het goed doen ook. Dus ik heb hier 3 voor jou. 3 stuks. Die mag jij hebben. En die kan je gebruiken. Oh, nice. Leuk toch? Dankjewel. Die ga ik weer gebruiken. Knolpower socket. Ja, die andere was op. Ja, die was gewoon... Ik had hem een jaar, denk ik. Te veel gebruikt. Ja, ik heb hem ook daarna echt gebruikt. Ik had hem eerst getest. Ik denk, moet je er nou mee? Is het handig? Ja. Toen had ik hem helemaal erop. Toen dacht ik, nou, het is onmakkelijk. Nu kan je niet meer zonder. Nee, het is gewoon ideaal voor je grip. Ja, daarom. Waar kan je zoiets halen? Ja, dat moet je, dat weet jij toch? Knolpower.nl. Ik ben ondertussen weer thuis en ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie enorm genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden.
Zou ik super tof vinden, dankjewel. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power!